Ik ben zo gemeen met mijn cliffhangers. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zeepy, Ocarina of Time. In de vorige aflevering zijn we eindelijk door heel de tempel gekomen, hebben we de vierste kandelaars aangestoken, hebben we dus zeg maar de grote deur gevonden waar de baas in zit en heb ik een gemene cliffhanger gedaan. Dus zonder enig oponthoud in deze aflevering gaan we richting de eerste baas als een volwassen Link. Oké, deze baas is eigenlijk een beetje raar, want als je dus zeg maar het begin ingaat, dan heb je dus zeg maar een lege kamer en je ziet hier helemaal niks. Je kunt er gewoon nog weglopen wanneer dat je wil. Maar op het moment dat je dus zeg maar een rondje loopt om dit heen, dan zie je dus zeg maar heel veel verschillende schilderijen. Maar kom ik dan hieruit? Uh-oh. Wat, nu al Ganondorf? Oh, wacht eens eventjes. Ik had meerdere tempels. Hoezo hier al Ganondorf? Hi. Ja, ik vind het ook grappig. Hoe is het met jou gegaan deze 7 jaren? Bedoel, je bent nou de... Phantom! Oh, oké. Okay. Phantom Ganon! Oké, Phantom Ganon gaat beginnen met een gemeen trucje. Wat hij gaat doen is hij springt in de schilderijen. Heeft een babbeltje met Mario gehad en... Wat je dus wil doen is, je wil hier in het midden gaan staan en je wil dus zeg maar de schilderijen in de gaten gaan houden. Op twee van de schilderijen komt hij dus zeg maar tevoorschijn en wil je dus een pijl tegen hem aanschieten. En ik heb de verkeerde pijl, dus oh boy. Mijn excuses. Zoals ik al zei, hij komt dus zeg maar uit twee schilderijen en je moet dus zeg maar goed kijken welke schilderij dat de goede is. Even kijken, want ik zie hem nog niet. Daar zie ik hem nou en daar zie ik hem. Oké, het zijn er twee. Deze is hem. Oké. Je wil hem dus een beetje gevangen houden, zeg maar, in zijn eigen schilderijen. Dus wat je wil doen is, je wilt alle schilderijen wil je in de gaten houden. En elke keer als hij uit de schilderij probeert te komen, wil je hem dus raken met de pijl. Oké, ik zie hem nou alleen maar uit deze komen, dus ik ben bang. Draai niet om, hè. Oh, hij draait om. Snikies! Oh, hij zat achter me. De truc om dus, zeg maar, als je de verkeerde te pakken hebt, om dan, zeg maar, je schild te gebruiken, is heel erg handig om geen damage te nemen. Dus dat is zeker een tip die ik jullie wil meegeven. Oh, het zijn er weer twee naast elkaar. Daag! Ik geloof dat je dit 3 keer moet doen. Oké, nou, waar zien we je nu? Waar zien we je nu? Waar zien we je nu? Daar zie ik je. Alleen daar. Oh, daar loop je weer terug. Oh, daar loop je nu. Nee, is niet de goeie. Waarom pak ik hier altijd de verkeerde? Zit die achter me zeker? So not fair! Stop nou eens met die spelletjes effect gewoon. Ik bedoel, serieus. Koning der duisternis. Oh jee, wat ben ik bang. Oké, ik zie ook daar. De rest zie ik nergens. Oké, nou. We hebben hem 3 keer geraakt, dus dan stopt hij met zijn, paardpraktijken. En dan gaan we naar ons favoriete spelletje, namelijk tennis. Auw. Dat was een cheap shot, Kenny. Of moet ik zeggen, Granny Dork. Oké, nou. Wil je even iets hoger gaan staan? Dat is iets makkelijker om mee uit te tennissen. Maar wat je moet doen is, je moet die energiebal, moet je dus zeg maar terugvuren naar hem toe. Auw. Ik doe echt een terrible job. Ik ga gewoon dichtbij je staan zo. Hallo. Waarom gaat hij niet in een mooie patroon waar dat ik hem wil hebben? Juist, hoog. Hoog springen. Ah, ik had hem nou goed. Waarom neem ik zoveel damage? Waarom faal ik voor mijn audience? Voor mijn publiek? Ganondorf, ik vind het niet lief. We moeten hier even over praten. Oké, nou word ik er echt heel erg moe van. Nou zijn we er klaar mee. Vanaf nu word ik niet meer geraakt door jouw stomme ballen. Duidelijk? Laten we gaan tennissen. Jij serveert. Oh, kom op! Die delay die was zo not fair. Oh, nou heb ik in één keer geraakt. Oké, nou als hij dus geraakt is, dan kun je eindelijk met je zwaard kun je hem dan eindelijk op hem in beginnen te hakken. Nou weet ik dat ik nog maar heel weinig health heb, maar maak je geen zorgen, ik weet wat ik doe. Professional at work.
Oh, jij gaat gewoon van weg zweven. Oh, kom op. Ik ga hier geen game over krijgen. Ik weiger. Ik weiger. Dat dacht ik ook, ja. Gym Strike! Hier, jongen! Ja, en nou? Waar ben je nou in je blije tennisspel, hè? Als ik geconcentreerd ben, dan lukt het me wel! Hachi! 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 Och, verslagen zijn eigen tennisspel. En gewint! Geen game over voor de Zelda-player! Sorry dat ik het eventjes zo moeilijk liet lijken, maar het is absoluut niet moeilijk. Ik snap niet waarom ik er zoveel problemen mee had. Mijn excuses, jongens, echt. Stoute ik. Hey, kid. You did quite well. It looks like you may be gaining some slight skill. But you have defeated only my Phantom. When you fight the real me, it won't be so easy. What a worthless creation that ghost was! I will banish it to the gap between dimensions! Okay. Oh, by the way, kid, because of your efforts, here, take this heart container, become stronger, because at this point, you're not a challenge for me! Ja, op een of andere vage manier geeft hij je ook nog eens een keer een heart container. Vraag me niet waarom, maar Ganondorf is zo vriendelijk dat hij even nog bij zichzelf dacht van... laat ik hem ook nog eventjes een hartcontainer geven voor de moeite, waarom ook niet? Dus ja, we krijgen er ook nog eens een keer een hartcontainer voor. Fijn! En nou komen we eindelijk dus, omdat we de monsters hebben verslagen, bij de Forest Temple... bij de Chamber of Sages, zodat de Sage of the Forest nou wakker kan worden of geroepen kan worden. Wie is dat? Hey, Saria! Thank you. Because of you, I could awaken as a sage. I am Saria, the Sage of the Forest Temple. Ja, Saria, hey, dude, hallo, herken je ons nog? Weet je nog? Ja? Ken je nog? We weten wie je bent. I always believed that you would come, because I know you. Ja, inderdaad. No, you don't have to explain it to me. Maar luister nou eventjes. Because it is destiny that you and I can't live in the same world. Oh, dus daarom was je teleurgesteld, omdat je had een oogje op me. Ik snap. I will stay here as the forest sage and help you. Nou, dat is aardig. Now, please, take this medallion. Ik snap nog steeds niet de logica's van de medailles, maar okay, dankjewel, denk ik. Receive the Forest Medallion! Saria awakens as a sage and add her powers to yours! Especially now! Yay! Saria will always be your friend! En ik denk zeker dat het een oude stem is, want het zal wel heel erg raar zijn als Saria dat zelf zei in haar eigen persoon. Hey, kijk nou toch eens. Misschien heeft het water nodig of zo. Holy shnikes! Hi there! I'm the Deco Tree Sprout! Oh, dat is leuk. Because you and Saria broke the curse in the forest temple, I can grow and flourish! Dus jij wordt de nieuwe Deku Tree.
Thanks a lot! Ja, geen probleem. Maar jij moet wel een snor krijgen. Werk eraan. Hey, have you seen your old friends? None of them recognize you with your grown-up body, did they? Nee, Saria die was nogal gemeen. That's because the Kokiri never grow up. Even after 7 years, they're still kids. Maar dan krijgen ze dus nooit hun rijbewijs. Kunnen ze nooit dus zeg maar hun rijbewijs halen. Zitten ze altijd voor een leven lang vast op school. Wat is dat voor een leven? Oké, sorry. You must be wondering why only you have grown up. Nou, eigenlijk niet. Well, as you might have already guessed, you're not a Kokiri. You're actually a Hylian. Oh, vandaar dat ik dus geen vee had. Nou, je mag het terug hebben, hoor. Ze is irritant. I am happy to finally reveal this secret to you. Oké. Maar werk aan die snor. Some time ago, before the king of Hyrule unified this country, there was a fierce war in our world. Dankjewel, Mickey 3. One day, to escape from the fires of the war, a Hylian mother and a baby boy entered this forbidden forest. Oh, nou is het weer een verboden bos. Oh ja, want anders wordt iedereen Stalfos. Stalfos, Stalfos, everybody Stalfos. The mother was gravely injured. Her only choice was to entrust the child to the Deku Tree, the guardian spirit of the forest. Meneer Snor, ja, dat is goed. The Deku Tree could sense that this was a child of destiny, whose fate would affect the entire world, so he took him into the forest. Dus als het niet de Child of Destiny was, dan zou die maar gewoon ook dood moeten gaan van de... Wat is dit voor een Great Deku Tree? After the mother passed away, the baby was raised as a Kokiri, and now finally the day of destiny has come. Great Deku Tree, ik had vertrouwen in je, wat is dit? Dit is echt een gemeen verhaal zeg. Sorry, ja, je bent niet kind van de Destiny, dus doei. You are a Hylian, and we're always bound to leave this forest. Nou, fijn. And now you have learned your own destiny, so you know what you must do. Koffie zetten. That's right, you must save the land of Hyrule. Nou, na dit verhaal heb ik er weinig zin in. Jullie hebben mijn hele leven voorgelogen. Jullie hebben gewoon mijn moeder dood laten gaan. En als ik niet het kind van de destiny was, zin en hel, dan hadden jullie me ook gewoon zeg maar weer die oorlog ingegooid. Dus waarom zou ik helpen? Nou, Zepi, break the curses of all the temples and return peace to Hyrule. Waarom? Alleen maar omdat jij het zegt? Wat ben jij voor afgekeurde boom? Ik haat je! Je hebt geen snor! Ah! Dus, ons hele leven in Kokiri Forest is gebaseerd op een leugen. Daar komt dit op neer. Waarloos. Waarloos. Dus ik moet mijn leven wagen voor een stelletje leugenaars. Oké. Persoonlijk zou ik nu zeggen, screw it all. Als ik in deze situatie zit, vergeet niet. Wij zijn hier gedropt door onze moeder. Of ja, door de boom eigenlijk. Want de boom die zou eigenlijk hebben gezegd, als wij niet het kind waren van Destiny, zin en al. Dan zouden we dus zeg maar hier nog niet eens welkom zijn. Maar we zijn dus hier opgegroeid als baby... Tussen Kokiri-kinderen die allemaal een veetje hebben. De reden dat wij dus geen veetje hebben, omdat wij geen Kokiri waren. En die kinderen die hebben ons de hele tijd lopen pesten. Omdat we geen veetje waren en anders waren dan anderen. Mijn neus was niet puntig genoeg voor hun. En dan ben je op leeftijd, dan komt er een veetje. Alleen maar omdat ze moet komen naar je. Niet omdat ze je vriend wil zijn of medelijden. Nee, alleen maar omdat jij het kind van Destiny is. Ik moet toch eens een keer aan Marco gaan vragen hoezo dat hij een kind van Destiny is. Maar mag niet uit. En... dan moet je dus gelijk beginnen met een botermesje te pakken. Een boom te redden. Die boom gaat alsnog dood. Dan begin je af en toe. En dat veetje, er zit de hele tijd in je kop te zeuren. Van, hé, je moet dit doen, je moet dat doen. Waarom zou... Ik zou gewoon zeggen van, nou jongens, succes met jullie leven. Succes met Ganondorf en de Triforce of Power. Zoek het uit. Ik ga naar Termina toe. Maar maakt het niet uit. Ik bedoel, serieus. Mijn hele jeugd dan is een leugen. Nou ja, er zijn in ieder geval nou... Epona, jij bent de enigste vriend die ik nog heb. Blijf hier op me wachten. Laat jou je bek. Ik mag je niet meer. Ik ben het hier zo niet mee eens. Ik ben het hier gewoon niet mee eens. Maar goed. We hebben dus nou... de pijlenboog.
En er zijn nou een heleboel sidequests die dus open zijn voor ons. Nou heb ik een vraag aan jullie, want ik ben eigenlijk van plan om dus dingen klaar te gaan zetten. Nou, dat ik trouwens de pijlenboog heb, heel erg belangrijk, is... ik ga eerst even naar de Golden Scotula huis, want als het niet begint is, hebben we nou meer dan 30. Ja, we hebben er 31. Ik wil eerst eventjes hier langs en dan kunnen we dus zeg maar een nieuwe upgrade halen. Dat is voor onze Ruby Pouch. Op het moment kunnen we maar maximaal 200 dragen, maar als je dus 30 Scotula's te pak hebt gekregen en je praat met deze doodle over hier... Dan vertelt hij ons... Check her, she's been broken, thank you, it's a reward for you. En we krijgen dus zeg maar de grootste portemonnee, de Giant's Wallet. Die ervoor zorgt dat we dus 500 rupees kunnen dragen. Zoals je dus ziet, die 200 is nou niet meer groen, die 200 is nou weer wit, omdat we nou meer rupees kunnen dragen. Heel erg leuk, heel erg aardig. Die wou ik heel eventjes nog sowieso meenemen. Nou is er nog één ding wat we ook nog in Kakariko kunnen doen. Nou dat we dus zeg maar de bow hebben. Dan moet ik heel eventjes kijken waar dat die ook weer zit. Want vergeet niet, Hyrule Castle die is dus compleet destroyed. Kapot. Kapotski. En dat is Ganondorf's schuld. Maar mij boeit het niet, want mijn jeugd is een leugen. In dit spel dan. Niet in real. Spel hè, jongens. Spel. Focus. Goed. Nou... Wat we dus kunnen doen is, we kunnen hier naar de nieuwe target shooting plekje. En dan kunnen we dus zeg maar weer deze game doen. Nou, do you want to play a game? It's 20 rupees. Ik vind het zo mooi hoe dat dit spel gewoon na 7 jaar dus niet zeg maar de prijzen verhoogt. It's a game for grown-ups. Ik ben een volwassene! Zeur niet! Nou, dit werkt eigenlijk precies hetzelfde als wat je met je slingshot hebt gedaan. Alleen dan dit keer met pijl en boog. En de patronen die we dus zeg maar nou hebben zijn totaal random, ik wil die... Ik heb er al één gemist. Oké, voor het free spel. Ik ga me concentreren. Ah, ik mis weer één. Nee, ik mag er geen meer missen. Oh, ik mag er geen meer missen. Zoals je al ziet, dit gaat helemaal random. Oh, paniek. Mag er niet meer missen, want dan ben ik weer heel oud. En dan moet ik weer 20 roepjes betalen, daar heb ik geen zin in. En dan ben ik weer zin deuken en daar ben ik niet blij om. En hij zegt nou almost en daar ben ik niet blij om. Oké, jongens. Ik ga gewoon concentreren. Concentratie is de key. Oké, eerst die rode. Die rode die ken ik aan. Die rode. Oké, hebben ze. Oké, wat nu? Oké, blauw. Ik ga schieten. Oké. Oké, welke krijgen we nou? Krijgen we nou de groene in het midden? Nee, ik mis. Oh, ik heb hem. Oké, even snel. Oké, welke nu? Die andere rode? Nee, die groene in het midden hoor. Oké, nou moeten die andere rode komen toch? Of heb ik ze al? Nee, daar zijn ze. 1. Twee. Ja! Hoe concentratie is de sleutel tot alles. We hebben nou de Bigger Quiver. En nou kunnen we de 40 pijlen dragen. Wat alleen maar handig is. Maar pijlenboog is een van de fijnste wapens. Vind ik persoonlijk in Ocarina of Time. Dus weet je dat ook. Nou. Op het moment is er nou weinig te doen in Kakariko Village. Wat ik daar heel eventjes wil doen is bij de Temple of Time komen. Omdat er dus zeg maar daarna ook iets te doen is. En ja, dat wil ik jullie al eventjes laten zien natuurlijk. Nou is wel mijn vraag. Er is zeg maar nou een heleboel wat we kunnen doen. En ik wil zeker eerst voor de Big Goron Sword gaan. De Big Goron Sword, dat is het sterkste wapen in het spel. Of het sterkste zwaard. Het enige nadeel is dat je je schild niet kan gebruiken met zwaard. Maar ik wil jullie zeker laten zien hoe dat trading sequence in werking gaat. En dat je het nu al zeg maar te pakken kan krijgen. Je kunt het zelfs al voordat je de Force Temple ingaat kun je hem ook krijgen. Maar ik wou de Force Temple eerst eventjes aan de kant hebben. En daarna wou ik eigenlijk voor de Big Goron Sword gaan. Nou is mijn vraag aan jullie. Na de Big Goron Sword zijn er nog een heleboel dingen die we kunnen doen. Heel veel pieces of hearts te pakken kunnen krijgen. Willen jullie dat ik eerst zeg maar naar de tempels toe ga? Of willen jullie dat ik eerst eventjes die dingen out of the way help? Ik denk dat het zo'n 2 afleveringen zijn voor de dingen die we dus nou kunnen doen. En ja, daarom vraag ik het heel eventjes aan jullie hoe jullie mening daarover is. Ik bedoel, vergeet niet. Want als de Kokiris nou nog in problemen zitten, screw it, dat boeit me niet meer. Ik ben helemaal klaar met heel die Kokiris. Dus... Oh, hi Redad, hoe gaat het ermee? Als kids, jongen! Wat? Masker. Oké, nou. Zoals ik al zei, ik gebruik geen veetjes, dus daarom zie je mij ook niet meer veetjes. Ik bedoel, gisteren hadden we... gisteren? Wat mij nou? Vandaag hadden we echt enorm geluk met de baas, maar als we dus zeg maar hier komen, hè, bij de Temple of Time, nadat je dus de Forest Temple, dat werkt alleen maar als je de Forest Temple hebt gehaald, dus hou dat rekening, notities, zet het in je notities. Als we daar dan naar de dingen toe lopen, dan krijgen wij, chic. Een doodse stilte. Sst. You destroyed the wicked creatures that haunted the temple and awakened the sage. But there are still other sages who need your help. In order to awaken all of the other sages,
you must become even more powerful. Spannend. Maar mijn hele leven is een leugen. You must travel over mountains. Heb je al verteld? Underwater. Heb je al verteld? And even through time. Oh, dat is een nieuwe. Fijn. Ik zal het even gelijk op mijn to-do list zetten. If you want to return to your original time, return the Master Sword to the pedestal of time. By doing this, you will travel back in time 7 years. Joepie! Kan ik dan 7 jaar in het verleden gelijk heel eventjes die boom eventjes, dat ik daar gelijk met mijn... The time will come for you to return here quickly. I will teach this to you for when the time comes. Oh, nieuw nummer, leuk. Dus ik moet weer mijn toekomstige ik roepen. The song to return you to the temple of time. The prelude of light. Oké, nou, laat maar horen. Nou, dat was spannend. Toekomstig ik. Ik zou zeggen, neem het podium en doe je ding. Nou, je nam er wel de tijd voor. Dus, goed. Nou, eventjes de mijn versie. Nou, ik moet zeggen dat de oorspronkelijke fluit toch wel een beetje beter kan. Oh, ik zou stil zijn. You have learned the prelude of light. Gefeliciteerd, dan kun je terug naar het verleden toe gaan en die dekenboom helemaal gaan steken met je botermesje. Want de Master Sword mag je niet gebruiken als... As long as you hold the Ocarina of Time and the Master Sword. You hold time itself in your hands. Joepie! Zeepie, we shall meet again. Zullen we dan samen wraak nemen op die stomme boom? En weg is ze. Waarom laat iedereen mij hier nou zo in de steek? Ik ben het hier niet mee eens. Ik ben allemaal bij mijn huppie. Wie is mijn papa? Dadelijk plot twist. Papa is mijn... Is Ganondorf of zo, weet ik veel. Maar goed, wat ik dus eventjes... in de volgende aflevering... Ik denk dat ik het hierbij ga laten. Dus in de volgende aflevering... gaan wij richting de Zora's Valley. Omdat we daar dus het een en ander eventjes moeten gaan doen. Daar hebben we een ice cave die we moeten gaan halen. Voor dus zeg maar de Big Goron Quest. Dus daar gaan we zeker aan beginnen in de volgende aflevering. Dus ik hoop jullie daar zeker allemaal te zien. En naar de Big Goron Quest laat eventjes weten. Willen jullie meer sidequests eerst zien? Of willen jullie de tempels al gelijk zien? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien in de volgende aflevering. Well, let's play The Legend of Zelda or The Legend of Zeepie. Mag je zelf kiezen, Ocarina of Time. Dus bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei! Ik loop nou dramatisch naar buiten.